Leiderschap over jezelf. Dat is eigenlijk al zo oud als de mensheid. Er is al een Romeinse filosoof, Seneca, geweest. Die zegt, leiderschap betekent leider zijn over jezelf. Hij die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Dit is voor mij van belang met filosofie. De vraag of het mogelijk is dat je steeds met een filosofische zelfreflectie de vraag zou kunnen stellen, hoe werkt mijn bewustzijn? Wat doe ik? Dat die zelfreflectie zou kunnen leiden tot vrijheid van het handelen. Denken over het denken. En er is bijvoorbeeld één filosoof die daar ook over gesproken heeft. Misschien kent u het nog uit de jaren 60, 70. Jean-Paul Sartre, die zegt nu. Het is nooit zo dat jouw zijn samenvalt met jouw bewustzijn. Je karakter, hoe je geworden bent uit het verleden, valt niet samen met je bewustzijn. Die zijn gescheiden. En ik geloof dat we niet verder komen in de toekomst als we niet die beweging van de voetwassing leren. Dat je innerlijk beleeft het wezen van de ander en dat je de ander als het ware op een altaar plaatst. Want dat maakt niet uit van welke religie, islam, joods. Ieder mens is een mens en kun je het wezen van die mens ervaren. En dan hoeft daar niet zo'n sterke fixatie te liggen op die wereldbeschouwingen. Maar eerst al dit, is het mogelijk dat we elkaar kunnen beleven van wezen tot wezen. En je zou kunnen zeggen, ja, dat is de boeddhische Christusimpuls. Daarom geloof ik ook dat Christus niet de stichter van het christendom is. Maar dat Christus het hoger zelf van de hele mensheid is. Want ieder geloof dreigt een ander geloof uit te sluiten. Zou er een geloof mogelijk zijn die de hele mensheid insluit? Is er een tolerantie mogelijk dat ieder zijn eigen religie zou mogen hebben en dat je dat alles in liefde zou kunnen omvatten?